orkaan. Ze zijn hysterisch. Ha, ik geef niet zo'n orkaan in een auto. Red jezelf. Waar zijn we terechtgekomen? Het stinkt zo erg. Leef ik nog? Hoi. Ew, blijf uit mijn buurt. Dus ik zit hier met hen vast. Het afval moet verdwijnen. Ik ben een netheidsfreak. Ik neem het zo ver weg. Ik neem het aan. Bedankt. Oké, laten we eens kijken wat internet te bieden heeft. Een huis. In de winkelwagen. Wow. Mijn bestelling is hier. Ik sta te popelen om het samen te stellen. Muren. Een deur. Oh. Zet de fundering vast. En zet het dak op. Klaar. Zoet. Ik hoop dat het karton van pas komt. Er kan een prachtig huis van worden. Ik plak de verbindingen af. Snij het overtollig af. Zet hier en hier vast. Oh. Bada bing, bada boom. Hoe ziet dat eruit? Wow, bravo. Het is zielig. Ik zou ook een huis moeten kiezen. Deze zal het doen. Plaats hem hier. Links. Geweldig. Wauw, dat is indrukwekkend. Ga weg, je verpest mijn uitzicht. Ik heb het door. Ik heb een potlood. Het enige wat ik hoef te doen is het te verscherpen. Het is verbazingwekkend dat ik een reservesteen bij me heb. Klaar. Er zal hier een raam zijn. Een deur. Nu knip ik het uit. Alles goed. Ik zou de deur moeten afsluiten. Gaten maken. En vastzetten met kabelbinders. Pup, wat brengt jou hier? Dit is geen hondenhok. Geen zin om weg te gaan? Oké, ik zal lastig moeten worden. Vang een bot. Wat is dit? Hier is je bot. Vang! Oh, ik ben zo gestrest. Koffie. Voelt fijn. Ik ben kalm. Gelukkig. Ik heb alleen een deurknop nodig. Waarmee moet ik het huis nog meer versieren? Ik weet het. Er zit vast iets leuks in de tas. Geweldig. Ik zal de deuren en de muren opfleuren met pompons. Geweldig. Wat denk je? Het is geweldig, is het niet? Ze hebben geen idee hoe echt de schoonheid eruit ziet. Wat dan ook. Ik geef je een masterclass. Begin altijd bij jezelf. Ik zal mijn ogen doen. En het dak, terwijl ik toch bezig ben. Oh. Mijn lippen. Deze tint is zo verfrissend. De kleur zal prachtig staan op de muren. Oh ja. Het kleurenpalet is mijn ding. De fans. Hier is een handtekening. Maak mij niet bang. Bedankt. Dag, ik ben te mooi. Een marker? Precies wat je nodig hebt. Nu kan ik mijn huis versieren. Een raamkozijn, stenen, een deur. En zelfs dakpannen. Ziet er prachtig uit. Leuk, ik heb ook iets in mijn hoofd. Het is echter niet genoeg. Ik denk dat het tijd is om te gaan winkelen. Oh.
Ik neem dit. Dit. En ook dit. Bewaar het wisselgeld. Zacht speelgoed hoort bij een raam. Oh, wow. Schattig toch? Helemaal. Ik denk dat ik ook maar eens naar een winkel moet gaan. Auw, hoe kom ik alleen binnen? Mijn hoofd. Het doet pijn. Ik gebruik al mijn kracht. Het is niet gelukt. Gaat het? Ik ben... Al deze inspanningen zien er zielig uit. Ik ga mijn kasteel ook opknappen. Een dollar? Een bitcoin? Oh ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wauw. Laten we eens kijken naar de vuilniszak. Karton, geweldig. Hier en daar een beetje buigen. Oh. Een hek tekenen. En onder het raam zetten. Ik heb een borstel en verf. Tijd om het gazon aan te pakken. Ziet er echt uit. Oh. Er ontbreekt alleen een vleugje kleur. Ik zal meer verf aanbrengen. Met mijn handpalm als stempel. Geweldig, niet waar? Ben je gek? Ik doe alleen geldbomen. Water geven is belangrijk. Bewaker, mijn kluis. Plaats het hier. Bedankt. Gezichtsherkenning succesvol voltooid. Is er iets leuks? Slechte dag voor goud. Geld zal het niet redden. Smaragd is zo ouderwets. Hier ben je, mijn grootste schat. Blijf voorlopig hier. Ach, fans. Hier is mijn handtekening. Ik ben bezig. Oh. Eindelijk, lichten. Je zou ze moeten ophangen. Ik zag dit niet aankomen. Ach, ik zit er helemaal alleen in. Kon ik maar een kijkje nemen in de kluis? Geen alarm. Stil. Wat is het probleem? Hey, dat was ik niet. Uit. Licht aan. Wauw, het werkte. Oké. Ga nu naar de diamanten. Oh. Precies. Poef, klaar. Geweldig. Kijk en leer. Ik heb heel veel ballonnen. Ik blaas ze allemaal op. Eentje naar beneden. Nog één. Het lijkt erop dat ik het niet kan verpesten. Ik heb een briljant plan. Oh. Het experiment is begonnen. Ik gebruik azijn en zuiveringszout. Doe frisdrank in een ballon. Giet azijn in een fles. Zet de bal vast. De frisdrank mengen met azijn. Het werkte. Het is een geweldige manier om ballonnen te blazen. Draad aan de ballon bevestigen en het dak versieren. Wow. Ballonnen. Raak ze niet aan. Het werd tijd dat ik een hek bouwde. Ik maak het van zwembadnoedels. Goed idee. Bemoei je er niet mee. En zomaar zijn we klaar. Ga niet in de fout. Grote kreet. Ik kan ook een hek bouwen. Met deze takken. Letterlijk. Klaar. Schattig klein hek, niet? Oh, mijn ogen. Als er een barrière is, moet het aanvoelen als het filmfestival van Cannes. Hier komen paparazzi. Waar is mijn rode loper? Oh, ik weet het. Kartonnen bekers vormen een geweldig tapijt. Afval. Dat is schattig. Waar moet ik mijn tuinpad van maken? Legpuzzels.
Geweldig! Oh. Een huis kan niet zonder brievenbus. Een kartonnen brievenbus? Ik heb de meest voortreffelijke brievenbus nodig. Een oude Griekse kolom zal het werk doen. Verplaats deze naar links. Bedankt voor de levering. Ga terug naar Olympus. Hoe zit het met de betaling? Hier is je gouden Afrodiet. Bewaar het wisselgeld. Dat was uitzonderlijk genereus. Wat was dat? Ik ga een brievenbus bouwen van Lego-stukken. Het zal uniek zijn. Verbazingwekkend. We moeten naar huis. Kom bij mij thuis. Zeker niet. Nee, bedankt. Wat dan ook, het gaat prima met mij alleen. Ik zou een open haard kunnen maken van een stuk karton. Geweldig! Niet genoeg brandhout. Kartonnen rollen zijn een goede vervanging. Een vuur gemaakt van servetten. Er zit nog iets in de vuilniszak. De tas zelf verandert in gordijnen. Brullen! Prachtig ontwerp. Oude kleren worden mijn nieuwe vloerkleed. Tijd om wat marshmallows te roosteren. Lekker. Wat doe ik aan mijn interieurontwerp? Beginnen met neonlichten. Veel zachte kussens. Dit raam is meer in mijn straatje. De laatste hand, een discobal. Mijn huis verdient het beste spul. Prachtig, net als ik. Ik ben afgeveegd. Ik heb een verfrissing nodig. Bedankt. Hier is je tip. Geweldig. Ik werd nog rijker. Ga er meteen mee aan de slag. Het is perfect voor ons. Hier is geld. Het laatste dat ik heb. Laten we beginnen met bouwen. Ik wil hier ook wonen. We hebben het beste gebied voor jou. Hoi, ik ben Robert. Wow, Carrie, laten we onze nieuwe buurman gaan ontmoeten. Ik ben bezig. Ik zal hallo zeggen. Hallo. Sorry, alleen VIP's zijn toegestaan. Hoe onbeleefd is dat? Wat is dat? Deze spullen zijn niet goed genoeg voor mij. Wow, dat is precies wat ik nodig heb voor mijn huis. Dat wordt de lijst. En ik zal een sterke houten structuur bouwen. Plankjes hier en hier. Nog wat schroeven. En het bed is klaar. Arme dingen. Je kunt het gewoon laten bezorgen. Opschepper. Leuke stoel. En mijn bed is klaar. Kijk en leer. Hij is zo gemeen. Wauw, mijn huis zal gemaakt worden van karton. Muren. Maak ze mooi en strak vast. En het dak? Ik teken er dakpannen op, zodat het er mooi uitziet. Oh.
zal mijn bed zelf schilderen. Mijn bed zal bedekt zijn met geld. En een geldkussen zal me helpen slapen. Ik maak een grasveld voor mijn huis. Zaaien en water geven. Planten zijn de beste manier om een huis te versieren. Mijn bed zal het gezelligst zijn. Stoffen muren, een zacht tapijt. Gordijnen en mijn favoriete schilderij. Een zitzak. En een selfie. Ik kan hier wel iets vinden. Oh. Geld. Meer geld. Hier is het. Een gouden deken. Oeh. En nu gaan we online winkelen. Oh. Dat is wat ik nodig heb. En een lamp. En hout. Oh. Betalen, betalen. Een rode loper en slippers om erop te lopen. Ik vind het geweldig. Ik zal er een paar leuke dingen bij doen. Er komt een accessoire-tafel hier. Exotische planten zouden perfect zijn voor boven. En wat gezellige lampjes. En ik zal een stenen muur hebben. Al moet ik de stenen zelf tekenen. En laten we nu voor de schutting zorgen. Ik knip het uit karton en lijm het aan elkaar. Een kartonnen huisdier. Licht. Te gek. Een naamplaatje. Carrie woont hier. Dat is een rijk bord. Hilarisch. Dit is hoe een rijk bord eruit ziet. Hoe durft hij? Ik zal mijn stress moeten wegeten met snoep. Waarom zijn je wikkels hier? Wacht even, ik heb een idee. Ik maak een helder gordijn van wikkels. Wow. Hier komt een raam. Maar ik heb een mooi landschap nodig. Klaar. Perfect. Schilderen is zo dom. Ik neem een tablet in plaats van een raam. En vandaag zal ik naar de oceaan kijken. Je bent zo grappig. Ik zou liever van dit uitzicht genieten. Waar is mijn deken? Ik heb een levering voor dit adres. Maar voor wie is het? Ik ben in de war. Het is voor mij. Er moet een puppy in zitten. Nee, dat is mijn ketting in de doos. Geef het aan mij. Mijn jacht zit erin.
Een jacht past er zeker niet in. Dat zijn mijn nieuwe spullen. Ik weet niet voor wie het is. Ik breng het wel terug. Ik betaal, maar laat het pakje hier. Mijn best. Het pakje is van mij. Van mij. Nee, het is van mij. Geef het terug. Niemand? Ik laat een verrassing achter voor het rijke meisje. Dat gaat hilarisch worden. Huh? Wat? Wie heeft mijn schilderij verpest? Karton? Zij moet het zijn. Hmm. Neem dit. Ik zal wraak nemen op jou. Wat doe je? Je hebt mijn schilderij verpest. Ik was het niet, hij was het. Zo grappig. We moeten hem een lesje leren. Nee, niet doen. Maak me los. Wil je de laatste roddel weten? Absoluut. Waar zijn ze over aan het roddelen? Ik wou dat ik het ook kon horen. Dat is gek. Ze hebben het duidelijk over mij. Roberta, je haar zit prachtig. Deze hoofdband zal je goed staan. Wat vinden we van deze stijl? En dat is de heetste trend. Je hebt een felle kleur nodig. Zoals deze. Echt niet. Dat gaat niet gebeuren. De kartonnen tv is klaar. Ik zet Troom Troom op. En ik kijk Troom Troom op mijn tablet. Mijn favoriete video. Oh. Meiden, doe mee. Oh. Het is veel leuker met vrienden. Daar hebben we de cafetaria en hier... Sorry, dit is dringend. Ik moet gaan. Huh? Wat? Huh? Maar dit is een badkamer. No. Dus dit is waar we verondersteld worden te wonen? Echt? Ik vind het geweldig. Oké, jongens, ik claim de badkuip. Ik heb er met een gouden creditcard voor betaald. Ik heb een stapel geld. Ik heb een muntstuk. Het is gemaakt van chocolade. Welke hoek laat mijn geld er beter uitzien? Hoef, wat is dat zwaar? Holly, wat is die rommel die je hebt meegenomen? Oh, een doos. Ik heb er maar één nodig. Ik verander het in. Wow. Holly heeft al een bedframe klaar. Hé, dat is zo onbeleefd. Dit bad past niet bij mij. Een gouden jacuzzi is echt iets voor mij. Wow. Wat is dit? Nee, ik heb een mooie muur nodig. Rood fluweel is perfect voor een koningin. Bezorger. Hierheen alsjeblieft. Breng het zwembad naar boven. Dat is het. Rustig, laat ik niet vallen. Geweldig, bedankt. Bedankt voor je werk. Dag. Ik heb ook een badkuip. Papier-maché-stijl. Ik heb het zelf gemaakt. Het enige wat we moeten doen is het frame schilderen zodat het bij het bad past. Oh. Leuk. Wat is die verschrikkelijke geur. Oh, dat ben ik. Ik heb een douchegordijn nodig. Dit karton is goed genoeg. Ik heb een sluiting nodig. Gordijnstang. Nu is mijn perfecte kartonnen douchegordijn klaar. Er zit zelfs een kleedje bij. Colin. Hey Colin, ben je hier? Oeps, ik laat je alleen. Hoi, ik heb een luffa nodig. Sorry, we zijn helemaal uitverkocht. Wat? Allemaal? Wie heeft er zoveel luffa's nodig? Een meisje was hier net. Als je luffa's uit elkaar haalt, kun je er een bedhemel van maken.
Ik heb de lichten nodig. Laat er licht zijn. Oh, dat wil ik ook. Gelukkige rijke mensen. Zij hebben neonlichten. Het enige wat ik heb is een telefoonzaklamp. Maar die is ook best goed. Verschillende luffa's. Ze zullen perfect zijn om mijn opblaasbare bad te versieren. En ik zal mijn eigen raam hebben. Ik kan het uitzicht veranderen wanneer ik wil. De zon gaat onder. Het is bedtijd. Laten we het ontwerp afmaken met vissen. En natuurlijk geld. Is Molly weg? Geweldig! Wow, dat is puur goud. Ik zal wat gouden zand voor mezelf raspen. Wat is dat geluid? Oh, ik poets het bad voor Molly. Het goud moet glimmen. Ah, wat dan ook. Oeh, ik heb alleen wat goud nodig. Oeps. Water? Ik denk dat ik te ver ben gegaan. Ik heb een gat in de jacuzzi geraspt. Colin? Je bent zo'n freak. Ik heb meer goud nodig. Oh, ik heb een idee. Hallo? Ik wacht. Bedankt. Schattenlevering rechtstreeks van het schip. Piratengoud. Ik vind het geweldig. Zo ziet mijn kamer er zo duur uit. Ik kan nog meer goud toevoegen. En de hele muur ermee versieren. Oh, goud past echt bij mijn vibe. Ik zal rollen in het geld. Elk rijk meisje droomt ervan. Gouden deken en kussen. Ik slaap in luxe. Toiletpapier. Dat is alles wat ik me kan veroorloven. Hey, wat is dit? Water van boven? Hey Holly, wat is er gebeurd? Je lekt, doe er iets aan. Ik ga het maken. Oh. Dat is het, ik heb het gat gedicht. Zal dit werken? Ja, geweldig. Hey, ik word weer overspoeld. Holly! Wat? Oeps, Colin, hoe kon je? Mijn rijke lifehack. Een gouden ei. Kom hier, schatje. Jee, een gouden eend is uitgekomen. Kwak, kwak, kwak. Deze jacuzzi is alleen voor de gekke rijken. Mijn badkuip mist iets. Oh, nu heb ik een douche. Geweldig. Maar ik heb nog steeds geen luffa. Ik heb het uitgevonden. Ik zal geld verdienen met mijn muziek. Muziek brengt mensen samen. Wauw! Oh ja, nu kan ik dit geld gebruiken om een luffa te maken. Het is een 1 miljoen dollar idee. Wat vinden jullie van mijn kleurrijke planken? Ziet er geweldig uit. Maar karton is het beste ooit. Ik zal iets maken. Nu hebben al mijn favoriete badproducten hun eigen plek. Behalve deze. Oh, Colin. Je hebt net je plank af. Perfecte timing. Vind je het erg? Bedankt. Altijd, Holly. Mijn bord? Wie heeft er een hap van genomen? Huh? Mijn favoriete mok? Wat is er met jou gebeurd? Ik hou van mijn mozaïekspiegel. Molly, wie zou onze borden kapot kunnen maken? Geen idee waar jullie het over hebben. Moet je kijken. Dit mozaïek lijkt veel op mijn beker en jouw bord. Dat is visachtig. Molly, is er iets dat je wilt uitleggen? Het is toeval, ik moet gaan.
Ik heb een geweldig bordspel gemaakt. Tic-tac-toe. Meiden, zijn jullie beneden? Ik ben. Hou mijn drankje vast, Molly. De regels zijn net als tic-tac-toe. Je speelt X. Ja, ik heb gewonnen. Oh, ik heb wat toiletpapier nodig. Bedankt. Kijk, mijn zet. En je hebt verloren, bro. Loser. Wat is er? Waar wacht iedereen op? Er staat een rij, man. Het toilet is bezet. Hé daar, wil je opschieten? Wat is er? Vergeet het maar. Het is onze kamer vanaf nu. Doei! We zullen een andere badkamer moeten bouwen. Auw! Geen rommel meer maken. Huh? Wow, wat is dat? Een gouden kostschoolticket? Ik ben weg! Hoi, daar ben je. En mijn koffer? Dit is voor jou. Hoi, ik ben het nieuwe meisje. Waar komt zij vandaan? Welkom op onze universiteit voor de 1%. Ik sta op het punt om zelf miljonair te worden. Huh? Huh? Wie ben jij? En hoe ben je op mijn school gekomen? Ik heb het gouden ticket. Ik snap het. Kom hierheen. Dit zijn de kosten voor het huren van een kluisje. Contant. Dank u. Dank u. Oh. Maar waar is mijn kluisje? Contant of cheque? Dit is alles wat ik heb. Huh? Ik zie het. Oh. Dit kluisje is nu van jou. Zo stoffig. Maakt niet uit. Het is een skelet. Heb eens. Stomme grap. Daar. Onze kamer ziet er goed uit. Dit bed is van mij. Ik slaap hier wel. En ik lig bovenop. Maar waar zal ik slapen? In een doos. Elliot, waarom ben je hier? Dit is een meisjesslaapkamer. Waar is het nieuwe meisje? In de doos. Maken jullie een grapje? Jouw bed staat hier. Mijn eigen bed. Dit is Elliot. Hij is de leukste jongen op school. Ik moet er geweldig uitzien. Dat hebben we onder controle. Zeg hallo tegen je ouders. Elliot, hoi. Zie ik er goed uit? Wow, geweldig. Ik kan ook wel wat make-up gebruiken. Aardbeien, natuurlijk. Ik kan er lippenstift en rouge van maken. Huh? Moet je haar zien? Ze ziet er gek uit. Ik ging overboord. Zet de aardbeien terug in de keuken. Sorry. Mijn prachtige nieuwe jurk. Tijd voor een andere outfit. Deze outfit is verouderd. Wow. Aangezien niemand het nodig heeft, neem ik het. Ja, absoluut. Oh man, de batterij is leeg. Ik heb een nieuwe telefoon nodig. Waar waren we? Wow, dat zal van pas komen. Deze tas of deze. Geen hersenbreker. Waarom zou je een mooi item weggooien?
uitverkoop. Beperkte oplagen. Haast je. Wow, het was een groot succes. Scheikundeles begint. En je kwam niet voorbereid. Nu kunnen we beginnen met ons experiment. Meng twee chemicaliën samen. En we krijgen geld. Wauw. Waar wacht je nog op? Ga ervoor. Wauw. Ik denk dat we dit hebben. Geef die aan mij. Waarom moet ik met die blutte Courtney werken? Wie mixt er? De sleutel is om alles in de juiste volgorde te doen. Nee, je doet het verkeerd. Jij bent degene die het verkeerd doet. Het werkte. Geef het aan mij. Woeps. We hebben het gehaald. Courtney, je bent geweldig. Het is karton. En het is allemaal jouw schuld. Goed gedaan. Welke auto zal ik hierna kopen? Ik wil dikkere wimpers. En langer. Ik wil een komkommergezichtsmasker. Huidverzorging is essentieel. Huh? Ik heb een koffiescrub. We zullen stralen vanavond. Aha. Huh? Mijn kapsel zit ook goed. Leg mijn potloden terug waar ze lagen. Nu! Als je ze zo nodig hebt, neem ze dan. Een gloednieuwe jurk. De mijne is op bestelling gemaakt. Leuke outfits. Wow. Niet aanraken. Elliot, hi. Dank je voor de bloemen. Courtney, het is voor jou. Oh. Je bent zo lief. Ik wil je mee uitvragen naar het beste restaurant in de stad. Dit kan niet waar zijn. Wacht even, ik kleed me om. Wat zal ik aantrekken? Hier is een idee. Dit tafelkleed zal een stijlvolle jurk zijn. Ik ben er klaar voor. Je ziet er fantastisch uit. Dank je. Laten we gaan. Hoe komt dat? Wat vind je van mijn nieuwe accessoire? Het is puur goud. Wow, indrukwekkend. Ik heb een idee. Vind je mijn accessoire mooi? Stijlvol, is het niet? Zo smakeloos. Kom op, Elliot. Stop met eten stelen. Ik heb hier genoeg van. Ik verander deze rommel van een kluisje in het mooiste kluisje van de universiteit. Ruim al het stof en spinrag op. Bedek het met bont. En plak geweldige stickers op de deur. Het geld onder mijn voeten zal mooi staan op de zijmuur. Ik vind het geweldig. Goed gedaan. Ik wil dit kluisje kopen. Nee, ik betaal alles. Niet geïnteresseerd. Deze geluiden zijn grappig. Wat is er met haar? Werk als cashière? Nee. Het lijkt wel of ze nachtmerries heeft. Arm ding. Je bent rij. Slaap zacht. Geld, dat is geweldig. Testresultaten. Meisjes, zeer slecht. Courtney, uitstekend. Proficiat. Dank je. Oh. Elliot, nog een onvoldoende. Alweer. Mijn ouders zullen woedend zijn. Een onvoldoende? Waarom ben je boos?
Oh nee, mama weet het. Ik ben er zo klaar mee. Elliot, ik zal je helpen. Ik kan je alles uitleggen wat je moeilijk vindt. Homerus was een oude Griekse dichter en de auteur van de legendarische Ilias. 100 plus 100 plus nog eens 100 is... 300, ik heb het! Aurum is een edelmetaal. Ik heb het! Elliot, je hebt het vandaag veel beter gedaan. Goed gedaan! Ik sta bij je in het krijt, Courtney. Oh, big deal. Het is eindelijk tijd. Onze afgestudeerden zullen vandaag hun diploma's ontvangen. Elliot, gefeliciteerd! Courtney, ik ben trots op je. Maar je hebt geen schijn van kans. Wat? Waarom is dat? Een foto om te onthouden. Elliot, liefje, laten we een tweede jet kopen. Geen derde jacht. Kijk naar die tas. Geef terug.